De Perseïden leveren bijna ieder jaar een flink aantal vallende sterren op. Maar dit jaar is dat anders. Veel meteorenzwermen kruisen de baan van de aarde jaarlijks rond dezelfde tijd. Zoals dus bijvoorbeeld de Perseïden rond half augustus. De Perseïden bewegen ontzettend snel. Zo'n 55 tot 60 kilometer per seconde. Dat is omgerekend bijna 214.000 kilometer per uur. De piek valt dit jaar overdag en de verwachting is dat de zwerm niet zo actief is. Als je toch graag wil kijken, kun je het beste kijken in de nacht van 12 op 13 augustus, rond 4:15. Naar verwachting zul je dan zo'n 15 tot 20 meteoren per uur kunnen zien. Een lastige factor is wel dat het volle maan is en ook is er in Nederland altijd veel lichtvervuiling. De Perseïden vallen dit jaar dus een beetje tegen. Maar gelukkig heb je nog twee kansen. Half oktober en half december. Dan passeren de Orioniden en de Geminiden. En echt interessant wordt het begin januari. Dan passeren de Bootiden. Dan kan je soms wel 60 tot misschien wel 90 vallende sterren per uur zien. Wil je nou geen enkele andere video missen? Abonneer je dan eventjes op ons kanaal.